zoals jullie kunnen zien ben ik hier vandaag bij de pizzeria van mijn vader. Zoals jullie misschien al wel weten, speel ik voor Italië onder 19 en kom mijn vader uit Italië. Dus vandaar dat we hier vandaag zijn en we gaan hem even bezoeken. Ik moet alleen even kijken waar hij is. Ik denk dat hij boven zit. Ciao, ciao. Ik denk dat hij boven zit. Goed. Goed. Dus hier werkt hij. Nou ja, mijn vader komt uit Italië, uit Rome. Dus vandaar dat ik ook voor Italië mag spelen. En nou ja, nu heb ik, nou, hoe lang geleden, een aantal maanden geleden, heb ik dus ook mijn debuut voor Italië mogen maken. Wat natuurlijk ook super bijzonder is als je, nou ja, en voor Nederland zou je mogen spreken en voor Italië. En, het zijn ook twee toplanden, zeg maar, dus het is niet vanzelfsprekend dat je, een keer voor, ja, voor je land mag spelen. Dus ja, dat is wel heel erg bijzonder. Ik ben gewoon pizzabakker, niet meer en niet minder. En ik werk niet eens fulltime, ik ben parttime. Dus ik heb hier wel fulltime gewerkt, maar sinds een aantal maanden alleen parttime, dus een paar dagen. Nu ben ik gewoon pizzadeeg aan het maken voor straks. Dan kunnen we de avond tegemoet op een goede, beste manier. Natuurlijk. Ja, wij zijn hartstikke trots. Ja, tuurlijk. Het zou heel hypocriet zijn om nee te zeggen. Hè? Dat weet je wel. Tuurlijk, we zijn hartstikke trots. Dat is ook een beloning voor Luciano zelf. Voor wat hij alles zelf heeft gedaan en voor ons die hem hebben ingesteund en geholpen met alles. Vanaf klein. Luciano Valente, ook een Italiaan, maar eigenlijk ook gewoon een Nederlander. Ook jeugd international van Italië in de onder 19. Hij maakt zijn debuut voor het eerste van Groningen in de Eredivisie. Hij vervangt Duarte. Ik moet zeggen, ja, dat het nu best wel snel is gegaan. Natuurlijk heb ik de hele voorbereiding meegedaan. En was het afwachten als je een plekje in het eerste elftal mocht veroveren. En nou, toen heb ik uiteindelijk gehoord dat ik onderdeel ben van het eerste elftal. Dat was natuurlijk al een beloning op zich. Ik bedoel, je zit nu al 9 jaar, bijna 10 in de opleiding. En dan is je doel is om in het eerste elftal te komen. En als je dat dan hoort, dan ben je toch wel trots. Maar ja, tegelijkertijd moet je ook gelijk weer door, zeg maar. Omdat uiteindelijk wil je gewoon een plekje in een basiself krijgen en je debuut maken. En allemaal dat soort dingen eigenlijk. En nu heb ik ook mijn debuut mogen maken, zowel uit als thuis. Dus dat is echt een jongensdroom. Zat het talent er nou al van jongs af aan in? Van Luciano? Ja. Jawel. Ja. Ik kan, als vader, je kunt heel makkelijk zeggen, hij heeft talent. Maar hij kon wel op zijn 4e jaar leeftijd kon hij wel onderscheiden met de oudere jongetjes, weet je, bij GVV. Toen waar hij is mee begonnen. Dus hij is heel snel gegaan. Hij was 5 en hij ging in F1. Dus bij GVV in die tijd, dat was niet heel makkelijk. Als je denkt, ik noem even een paar spelers, dat waren Fodé Fofana, die speelde toen met Luciano, Romano Boste, maar die zijn allemaal ouder, maar Luciano die kwam in dat team. Jesper de Bakker, die heeft ook bij Groningen gezeten heel lang. Dat was gewoon, voor die leeftijd was hij meteen goed. Ik ben een type speler, afvallende speler, van mezelf in de jeugd ook altijd op 10 gestaan. En ik denk nu sinds 4-3 jaar speel ik meer op 8, controlerend. Ik ben een speler die graag aan de bal is, van technische handelingen, goede dingen kan laten zien. Ineens in een wedstrijd een juiste bal geven, iemand 1-op-1 zetten en belangrijk zijn voor het team. Ik denk een aanvallende speler die ook prima kan verdedigen. Voor wie juicht Luciano harder op een EK of WK? Voor Italië of voor Nederland? Italië. Altijd voor Italië. Altijd voor Italië. Ja. Ja. Kijk, we zijn van Nederland, maar nooit dat ze spelen tegen Italië. Nooit. Nu ga jij je contract openbreken. Wat zijn je dromen en doelen? Daar ben ik ook heel blij mee dat ik mijn contract mag openbreken. Dat er vertrouwen binnen de club is. Dat doet mij ook heel erg goed. Mijn doelen zijn om zoveel mogelijk minuten dit jaar te spelen. Natuurlijk wil ik uiteindelijk ook gewoon een basisspeler zijn voor Groningen. En belangrijk voor de club worden. En
Ik denk dat het belangrijkste is dat we als team goede dingen gaan doen. En ja, dat heeft wel tijd nodig. Nieuwe trainen, nieuwe spelers. Maar ik heb heel veel vertrouwen in dat we dat gaan laten zien met z'n allen.